can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see. Wow, leuk dat jullie kijken naar dit nieuwe Let's Play. En ja, ik ga een Let's Play opnemen. Lijkt me ook duidelijk, anders komt deze ook niet online. Maar ik ga vandaag mijn baard trainen. Dark Shadow, hij is nu level 10. Bijna, nou, op de helft voor level 11. En ik wil graag gaan Fjord kopen. Maar er komen ook American Quarter Horse uit. Dus eerst ga ik een Fjord kopen en daarna een American Quarter Horse. En dan pas ga ik die bruinige Andalusië kopen. Want ik wil heel graag zo'n American Quarter Horse. Want die zagen er wel heel mooi uit. En die hebben ook andere animaties. En dat ziet er echt heel cool uit. Alleen ik ga nu nog eventjes even naar Fiddlemere en naar Fairgrove. En ja, en dan ben ik de paardentaxi weer. En ik ga vandaag ook nog eventjes naar de Dino Valley. Maar ik weet niet of ik dat nog opneem. Omdat ik nog heel veel racen moet doen. En dat zit heel veel tijd in. En als deze video online staat, dan is dit eigenlijk helemaal niet meer up-to-date. Want ik heb al gezegd in mijn video, belangrijk nieuws volgens mij, weet die. Die moet je wel even kijken trouwens. Die is als laatste online gekomen. Die moet je echt even kijken. Nou, niet meer als laatste als deze online staat. Maar in ieder geval, die is online gekomen. En die moet je echt even kijken. Want dan weet je dus waarom er in het paasweekend niks was gekomen. En waarom er nu opeens heel veel komen. En niks meer. En dan alles even niet meer up-to-date is. Maar nadat alles komt er weer gewoon up-to-date video. Gewoon wat er echt werkelijk gebeurt. En niet meer zoals nu. Dat als dit online komt, is waarschijnlijk mijn paard level 15. Dus ja. Maar ik ga vandaag 11,5 trainen. Zodat hij morgen level 12 en level 13 kan worden volgens mij. Want ik kan geen level 12 worden nu. Dan heb ik te weinig racen daarvoor. Volgens mij. Maar in ieder geval, ik wil heel graag het paard level 15 hebben. Ik heb nu echt heel erg zo'n beginnerspaard te rijden. Maar dat komt gewoon omdat ik er zo lang niet meer op gereden. En het is toch mijn eerste paard. En dat is toch wel even iets anders dan zo'n paard dat ik gekocht heb. Want ja, ik weet niet. Eerst wou ik helemaal totaal niet op rijden omdat ik het stom vond. Alleen nu wil ik er juist heel graag op rijden. Omdat ik nu gewoon te vaak op mijn nieuwe paarden rijd. En ja, nou nu zijn ze niet echt nieuw meer. Maar ze zijn in ieder geval wat, ja, nieuwer. En ik wil graag een Fjord. Dus daarom moet ik dus naar de Dino Valley. Om even die hartjesmissie te ontgrendelen. Voor krijg het vertrouwen van die twee mensen. Ik weet niet hoe ze heten. En dan krijg je de hartjesmissie van de Fjorden. En dus ja. Mijn paardje heeft dorst. Pech gehad. Krijgt hij later. Oh ja, trouwens. Ik heb toen met Charlotte in die opname van een uur. Had ik sterren gaan zoeken. Alleen nu heb ik er 70. Moet ik het even goed klikken. Maar ik ben nu met een race bezig. Dan weet ik zeker dat het fout gaat. Dus ik doe het zo even. Ik laat het zo even zien. Maar ik moet er dus nog 5 naar Dino Valley. Dus die ga ik dan ook eventjes zoeken. En bepalen. En Pokémon. Hé, hey, Nico. Hey. Even kijken. Oh, 17. Dat is nog wel oké. Oké, even. Oh, wat deed ik? Sorry mensen, ik weet niet wat ik deed. wat had ik weer doen? Oh ja. Dit. Ja, dat ik deed het. Kijk, 70. Dus ik moet er nog 5 bij de Dino Valley. Ik weet trouwens echt niet waarom ik switchte. Nou, in ieder geval, dat was niet mijn bedoeling, maar goed. Ik wou dus dit doen. Wat is dit eigenlijk, een sloom paard? Hij heeft 20. Ik heb met mijn andere paard, die level 15 is, 28.
Is het mogelijk om je paard snelheid 30 te hebben? Ik vraag het me echt af. Volgens mij niet. Het zou wel cool zijn. Oh, deze race is echt zo vervelend. Maar goed. Als je gewoon je geduld houdt, dan wil die wel. Maar echt, als je dat niet doet, nou, dan is zo de race afgelopen. Dan moet je hem echt 10 keer doen als je geen geduld hebt weer bij deze race. Die moet je steeds weer zachter en sneller en zachter en weer sneller. Want je botst heel snel ergens tegenaan. En dat is echt vervelend. Zoals nu. Nou, ik doe hem wel even opnieuw anders. Nou, ja, maar ik hoef ook geen record eigenlijk. Ik heb al een heel goed record. Ik stond toen een keer derde in de ranglijst bij deze race. En het was best wel 's middags. Dus ja. Maar ja, ik heb nu geen nieuw record. Lange na niet zelfs. Maar goed, dat maakt me niet zo uit. Het gaat mij om de XP. Geef mij XP. Wow, mijn paard is nu al bijna level up. En ik heb nog zoveel missies. Zoveel racen. Dus misschien wil ik nog wel level 12. Maar ik denk het niet. Maar ik hoop het wel. Ik heb zin om de Moorland race te doen. Ik weet niet waarom. Ik snap echt niet waarom dit weggetje zo klein is gemaakt. Waarom niet net zoals in veel wilden dat het zo'n groot weggetje heeft. Maar ja, daar hebben ze natuurlijk weer niet over nagedacht. Oh shit, ik moet hier langs. Oh. Het gaat sneller, maar nu niet meer, omdat ik gevallen ben. Is er ook Veerkloof? Nou, ik weet niet, ik vind Veerkloof zo leuk. Tap tap. Wow, dat was niet mijn bedoeling. Wat vinden jullie trouwens van mijn jas? Van mijn nieuwe kleding? Ik heb het dan de vorige Let's laten zien, maar nogal. Ik heb niet gevraagd wat jullie ervan vinden. Zet mij in de reacties wat jullie ervan vinden. En mijn mutsie. En mijn schoenen en mijn broek had ik al. Deze race is wel leuk, maar die andere in tegenovergestelde richting en zo, die vind ik echt stom. Maar dat heb ik bij al die tegenovergestelde races. Dat heb ik ook bij het Golden Blad. Die vind ik ook niet leuk. En ik vind die... Oh shit, ik heb niet binnen doorgegaan. En ik vind die bij de wijnmakerij ook niet leuk. Dus ja. Yeah. En bij de rijl krijg je weinig XP. Ook al zijn die heel leuk, je krijgt er wel heel weinig XP voor. Dus dat vind ik wel jammer. Dus die doe ik nu meestal tegenwoordig het laatste. Omdat je er echt maar heel weinig XP... Oh, dom paard. Dat vind ik soms wel vervelend aan het paard. Of aan al mijn paarden eigenlijk. Als ik gewoon op enter druk, doen ze... Nu weer! Ik druk op enter en ze doen het niet. Dat is zo vervelend, hoor. Star Stable. Nee. Oh, net niet. Shit. Nou, dan wel maar opnieuw, hè. Ook niet erg, hoor. Nou, nu kan ik ook wel even mijn record eigenlijk proberen te verbreken. Alleen, ik heb nu niet echt het snelste paard. Maar goed, dat maakt het niet zo heel veel uit. Sommige mensen, die hebben gewoon de high score forever met hun paard van level 10 gehad. En dat is echt zo. Nou ja, ook met level 15 natuurlijk, want anders is het ook wel een beetje onmogelijk. Maar volgens mij is er wel één race waar iemand level 10 paard of zoiets had. Maar in ieder geval,
Ik ben blij met mijn paardjes. Alleen met die ene, hoe heet die, dat nieuwe pony? Dat nieuwe raspony. Dat vond ik wat jammerder, dat ik die uiteindelijk toch gekocht heb. Anders had ik nu nog heel veel stakkers hadden. Dat had ik nog een ander paard kunnen kopen. Een ander, ja. En dan, ja, dat was leuker geweest. Dus dat was wel jammer. Maar maakt het niet uit. Het is gebeurd. Ik train op... Nou, stom paard. Ik spring echt waar. Mensen, jullie zien het misschien niet met mijn muis en zo. Maar... Oh my god, weer bij hetzelfde sprongetje. Het gaat echt slecht, mensen. Echt heel slecht. We zijn er alweer 4 minuten voorbij of zo met dit, door deze race. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk, want ik druk echt op spatie, maar hij springt niet. Dat is echt zo vervelend. En ik spring ook gewoon op tijd, maar mijn computer die hapert gewoon een beetje. Dat is vervelend. Oh ja, nou, ik kan het nu eigenlijk gewoon vragen, want het stars, want als deze online komt, is het paasweekend al om. Hebben jullie Star Rider, mensen die niet Star Rider zijn, hebben jullie ook Star Rider gebruikt? De code Easter 2015. Dat kun je krijgen van vrijdag tot en met zondag tot 10 uur. Dus ik vraag me af of jullie dat ook hebben gekregen. Zet het ook even in de reacties of jullie dat hebben gekregen. Want ik ben heel erg benieuwd. Oh ja, en ik zie de laatste tijd dat mijn video's minder worden bekeken. Ik weet niet waar het aan ligt, maar... Het komt denk ik ook wel een beetje omdat ik nu niet... Omdat ik vorige week niet... Als het weer bij deze besprong gebeurt, hè. Omdat ik vorige week niet zoveel online heb gezet. Sorry daarvoor. Maar ik bedoel, of 2 weken geleden, ik weet niet meer. Maar toen was ik ziek. En dat heb ik ook gezegd. En tegen nu, als ik ziek ben, neemt Charlotte het over. Even. En ja. En ik neem het voor haar het zo over, snap je? En... Oh, ik hoop dat ik een paaltje nog haal. Ik ben echt slecht bezig. Ik zit ook helemaal niet op te letten, omdat ik deed ze te praten en zo. Zit ik helemaal niet op te letten. Zo. Ik maak er niet al te lange let's play van, want ik moet ook nog veel spelen en... Ik moet ook nog eventjes, douchen. Oh, wat doe jij, paard? Echt, hier kan ik zo slecht tegen van Star Stables. Ze moet echt die bugs fixen. Ik stoot misschien net een klein beetje paard aan en gaat hij vast. Dat vind ik zo vervelend altijd. Oké, nou, ik doe alleen op deze race. Dan ga ik denk ik de let's play afsluiten. Oh, Scarlet, dat vind ik een leuke naam. Maar ik vind Daphne ook wel leuk, hè. Anders had ik hem ook niet gekozen. Ik ga mijn fjord, denk ik, Snow Prince noemen, want dat wordt een hengst. Want ik vind het een beetje als een hengst uitzien. Mijn hoe heet hij ook weer? Nou, ik weet het niet meer. Dat nieuwe paard, dat ga ik denk ik... Oh, jezus. Ik word hier helemaal kriegel van als mijn paard niet springt. Jullie snappen dat best, hè? Dat je, als hij niet springt, dat je helemaal gek wordt. En als je dan ook nog een paaltje mist, is het helemaal vreselijk. Nou, in ieder geval American Quarter Horse. Nou, als ik die ga kopen... Dan koop ik waarschijnlijk een bruine en anders een zwart. Stompaard. Sorry mensen, ik word hier echt een beetje pissig van. Maar ik had het over American Quarter Horse. Ik denk dat ik een bruine ga kopen. Dan, als die zijn. En dan ga ik hem denk ik... Ik vind... Ja, ik weet niet precies wat ik mooi vind. Ik vind Noord heel wel een leuke naam. Maar ik vind bijvoorbeeld... Nee! Ik wil ook iets... Ik weet niet. Ik wil iets met apple pie. Alleen pie is er niet. Of ik noem...
Of ik noem mijn volgende paard gewoon. Of ik noem die American. Oh, ik word helemaal gek van. Of ik noem die American Quarter Horse. Wat is een leuke naam? Zet even in de reacties wat een leuke naam is voor American Quarter Horse. En als je niet weet hoe ze eruit zien, dan moet je eventjes starstable.com kijken of Facebook. Daar staat namelijk een filmpje van de American Quarter Horse. Dus, daar heb ik zin in. Oh nee, ik word hier helemaal geen van. Sorry mensen dat ik zo raar klink dan als ik het zo zeg, maar ik word hier echt heel erg gek van. Oh, ik kan dus zo slecht tegen als mijn paard niet springt. Maar ik spring ook gewoon op tijd hoor. Ik doe ook gewoon echt op tijd klikken, alleen mijn computer hapert hem gewoon een beetje. En dat vind ik echt heel vervelend. Want het is echt niet leuk. Oké, nou nu andersom. Ik vind het echt totaal niet leuk. Deze is wel makkelijker dan die andere. Maar ik vind deze echt heel stom, deze. Echt waar. Ik vind deze race sowieso niet leuk in verkoop. Alleen die andere vond ik leuk. Maar daar ging hij net heet het fout. Dus dan is hij niet leuk. Oh! Mensen, echt normaal gaat het echt veel beter. Ik heb mijn dag gewoon niet. Ik heb echt mijn dag niet. Echt, het spijt me echt dat ik heet het zo zit. Sorry mensen. Ik word gewoon echt, ik schaam me helemaal kapot voor mij hoe ik me nu gedraag. Sorry mensen, echt waar. Dit is mijn dag echt niet. Normaal gaat hij echt veel beter. Normaal sta ik echt in de ranglijst vet hoog. Maar het lukt niet echt als ik aan het opnemen ben, denk ik. Omdat ik dan heel veel praat. En omdat ik dan niet echt oplet. Omdat... Oh, stom paard. Echt niet bedoeld tegen mensen die echt heel erg van paarden houden. Ik hou ook echt heel erg van paarden. Maar ik wil het paard nu echt vermoorden. Sorry mensen, dat bedoel ik echt niet zo. Maar ik word echt helemaal gek van dit paard. Even stoppen. Echt waar, ik word er helemaal gek van dit paard. Oké, hij moet nu meewerken. Gewoon rustig door dit ding. Zo, nu gaat het alweer wat beter. Ik moet gewoon niet zo even praten als ik dit aan het doen ben. Want dan raak je helemaal uit mijn spel. En dan lukt het niet meer. En je snapt het vast wel. En je herkent het vast ook wel een beetje. Dat je helemaal gek wordt als het niet lukt. En ik kom echt slecht tegen. Maar gelukkig is deze race nu al bijna afgelopen. En dan ga ik afsluiten. Dan ga ik veel spelen. En dan ga ik pushen. Ja, ik heb veel te doen nog. Ook heb ik echt totaal nog geen zin in aan al die dingen. Maar goed. Het moet. En als jullie afvragen, viool spelen? Ja, ik heb vioolles. Yay! Oké, nou, ik ga dit keer afsluiten. Leuk dat jullie keken naar deze let's play. Hopelijk vonden jullie hem leuk. En niet op mijn rare gedoe. Letten. En ik rij echt nooit zo hoor, geloof me mensen. Maar in ieder geval, dank dat jullie hebben gekeken. En abonneer even op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende display. Doei!